Tijdens een feest in een van de zalen van Sporthal Schenkel in Kapel aan de IJssel hoorden de aanwezigen rond de klok van 4 uur schoten buiten op een parkeerterrein. Tijdens het feest waren er rond de 100 personen aanwezig, waarvan er ook een aantal buiten stonden. Er ontstond wat commotie onder de aanwezigen en deze gingen er met auto's snel vandoor. Er zijn meerdere schoten gelost, waardoor 1 persoon gewond is geraakt. Dit persoon heeft zichzelf bij een ziekenhuis in de regio gemeld en is direct geopereerd. De toestand van dit slachtoffer is nog onbekend. Overigens is hij wel aangehouden door de politie. Bij de sporthal zelf is ook 1 persoon aangehouden omdat hij bloed op zijn kleding had. De politie gaat er dan ook vanuit dat deze persoon wellicht iets met het incident te maken heeft. Meerdere mensen zijn overgebracht naar het politiebureau om als getuigen gehoord te worden. De forensische opsporing is een uitgebreid onderzoek gestart op en rond de parkeerplaats en in de sporthal.